Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Vandaag ga ik maken een spiegel die ik als ik hem gelezen heb, dat wat ik erop ga lezen, aan de achterzijde ga vullen met een airbrush met verf. Ik kan alvast zeggen dat ik ga dat met één kleur verf doen. Maar als u wilt, kunt u natuurlijk delen afplakken en met meerdere kleuren verf werken. De reden waarom ik een airbrush gebruik is eigenlijk heel erg simpel. Als u een penseel gebruikt, zult u altijd merken dat als u hem omgekeerd tegen het licht aanhoudt, dat u de penseelstrepen gaat zien. Bij de airbrush krijgen we in elk geval een egale opgebrachte kleur. Enige nadeel is, ik gebruik acrylverf en je moet dat verdunnen natuurlijk. Althans, bij mijn airbrush moet je dat stevig verdunnen. En dat betekent dat je misschien wel 50 lagen op moet spuiten. Van de andere kant is het ook weer niet zo heel veel werk. Want ja, zo'n spiegel, je hebt in 15 seconden een laag erop gespoten. Alleen je moet ze tussendoor een beetje laten drogen, zodat je weer verder kan. Voordat ik verder ga en voordat ik u ga laten zien hoe ik dat proces gebruik en hoe ik dat ga maken, wil ik u eerst even mijn kerstwensen overbrengen. Dit jaar was een bijzonder jaar, ook een bijzonder zwaar jaar. Een bijzonder jaar omdat ik weer een kleinkind erbij heb gekregen, wat me natuurlijk gelukkig maakt, wat mijn vrouw ook gelukkig maakt, mogen ook duidelijk zijn. Evi, welkom in onze familie. Je bent meer dan welkom, kleine meid. Bijzonder ook omdat ik dit jaar met Roman en met Tima heb mogen werken. En waarbij vooral bij Tima er ongelooflijke vooruitgang is geboekt. En hij is aan het uitgroeien tot een hele bijzondere jonge man. Met heel veel zelfvertrouwen. Dat wat hij eigenlijk niet had. En goede sociale contacten. Ik ben trots op je, jongen. Ook bijzonder omdat er iets anders bijzonders in mijn leven is gekomen. En daar wil ik hier niet te veel over zeggen. Maar ik kan u wel zeggen dat dat mij van de meeste krachten die ik heb beroofd. Echter, ik doe het met plezier. Want de jongen waarom het gaat, heeft mij bitterhard nodig. Ook al is het moeilijk omdat je niet in Nederland woont, maar in België. En dus ook niet zo heel gemakkelijk voor mij om daar altijd te komen. Ik weet zeker dat je goed terecht gaat komen. Het heeft alleen tijd nodig en het kost gewoon een boel kracht. Eigenlijk in het kader daarvan wil ik ook de kerstwensen uitspreken. In ons land vind ik de laatste tijd eigenlijk een verkeerd signaal afgegeven worden. Maar dat is mijn mening en ik wil niet te politiek worden hier. Het signaal wat af wordt gegeven is dat we ons veel meer om onszelf aan het bekommeren zijn dan dat we ons aan onze medemens bekommeren. Ik kan dat niet bevatten. We hebben een Tweede Wereldoorlog 100 jaar geleden achter de rug. Bijna 100 jaar geleden. En toch willen we dezelfde kant weer op met z'n allen. Jammer. Ik wil hier toch tijdens mijn kerstwens even bij stilstaan in de zin van, lieve mensen, probeer niet alleen aan uzelf te denken. Denk ook aan anderen. Ik zeg niet dat u geld moet uitgeven aan die anderen. Het is vaak al genoeg om er even te zijn voor ze, om even naar ze te luisteren, om even hun zorgen te delen. Misschien ook wel datgene wat ze meegemaakt hebben te delen, want er gebeurt nogal wat in onze wereld. En ik ben er niet altijd even trots op dat ik daar een deel van moet zijn. Dat mag iedereen voor zichzelf weten. En nogmaals, ik wil het niet te politiek maken, maak je daar vooral niet druk om. Geloof wat je wilt geloven, denk wat je wilt denken. Alleen ik zou willen vragen, een heel klein beetje passie voor uw medemens, dat helpt enorm. En in die zin zult u aan het eind ook zien wat ik gemaakt heb. En dat wil ik ook uitstralen naar buiten. Ik wil u allen een bijzonder kerstfeest toewensen. Een kerstfeest waar u op terug kunt kijken tot in lengte van dagen.
Een kerstfeest waarvan u misschien achteraf zult zeggen van... ja, dit was het waard om op deze manier gevierd te worden. Voor mij, dat wat wij doen, wat ik doe, mensen proberen te helpen. Het zij met laser graveren. Het zij in real life, de Oekraïense jongens, maar ook mijn Belgische vriend. Ik kan u zeggen dat dat goed doet als u dat doet. Iedereen moet dat zelf weten. Ik wens u heel fijn kerstfeest toe. En ik wens u ook een bijzonder gezond 2024. En misschien, maar dat is natuurlijk een utopie en dat weet ik ook. Misschien kunnen we eindelijk eens werken aan een heel klein beetje vrede in deze wereld. Met elkaar. Ik hoop toch dat u heel veel heeft geleerd van mijn video's en heel veel genoten heeft van mijn video's. Ik vraag u niet mijn politieke meningen te delen. Ik vraag u niet mijn meningen over anderen te delen. Toch hoop ik dat u het leuk vindt om mijn video's te kijken. We gaan het proces in van die spiegels te maken. En ik hoop dat u dat leuk vindt. Aan het eind zult u zien dat die spiegel ook in het kader is van datgene wat ik zojuist heb verteld. Alvast heel veel plezier bij de video. Fijne feestdagen. Gelukkige jaarwisseling. Dag. Het ontwerp wat we gaan maken vandaag, dat is een ontwerp wat ik heb gedownload van amede.com. Ik ga niet het hele proces van dat downloaden van dat bestand laten zien. Ik heb in meerdere video's gebruik ik deze website en laat ik zien hoe dat werkt. Belangrijkste daarbij is dat je zoekt naar een bestand wat ook een DXF bestand heeft. De meeste bestanden op amede.com hebben dat. En als je dan zo'n bestand downloadt, dan krijg je een zip bestand met daarin meerdere bestandjes. En een van die bestandjes is een DXF. En die DXF die gaan we gebruiken. Dus je pakt die zip uit en dan ga je naar Lightburn. En dan pak je bovenin de knop om iets te importeren. Dat is op de knoppenbalk de vierde knop van links. Vervolgens zoek je dat bestand op. En zie hier, het staat in beeld. Het is alleen een beetje te groot, dus ik ga het kleiner maken. Want ik ga dit uiteindelijk laseren op een spiegel. En dat spiegeltje die is 150 bij 150. En dus ga ik hem iets kleiner als dat maken. Ik ga hem zeg maar, wat zullen we eens doen? 140 of zo. Ik zorg wel dat het slotje erop blijft staan, zodat zeg maar niet alleen de breedte aan wordt gepast, maar gelijktijdig in dezelfde proportie ook de hoogte aan wordt gepast. En dit is wat we dan over hebben. We zien gelijk iets heel raars. Ik ga er even op inzoomen. We zien namelijk onderin, dat gebeurt heel vaak helaas bij Amede, dat er dan tekst staat van downloaded from amede.com en amede.net. Dat is eigenlijk hetzelfde. Wat ik ga doen is, ik ga het nog een keer opnieuw selecteren. En dan ga ik het ungroepen. Dat doe je hierboven met dat knopje, met dat enkele popje. Dan is die geungroept en die andere die is om hem te groepen, zeg maar. Waarom doe ik dat? Ik wil die tekst daar onderweg hebben. Dus ik doe hem ungroepen. Ik klik ernaast. En ga nu vanaf rechts naar links. Dat heb je misschien ook in een van de video's van mij geleerd. Als je van links naar rechts gaat selecteren. En je selecteert bijvoorbeeld alleen dit stukje hier, dan pakt hij ook alleen maar dat stukje, zeg maar, als het ware. Zie je dat? Maar als ik nu vanaf links dat ga doen, dan pakt hij eigenlijk hele stukken tekst, al is het in dit geval ook niet goed, omdat hij geungroept is. Zie je dat? Maar ik doe ze altijd van links. Ik selecteer die hele tekst, als het ware, eventjes. En zodra ik dat gedaan heb, ga ik dat deleten. Ik klik nu nog een keer op mijn object, want de maat is nu veranderd. We zien nu dat die 139 bij 119, oké. Okay. Laat ik het toch zo, want 140 was een beetje het maximale wat ik wilde gebruiken. Dus dat betekent dat er een goede 3 centimeter boven onder overblijft en dat is ook geen probleem. Ik zet hem aan de rechterkant bij snijden en lagen op vullen. Dat is namelijk, anders krijg je het anders te zien. Laat ik hem even op lijn zetten, dan zie je het zo. Sommige mensen vinden dat mooi, maar ik vind in dit geval vullen veel mooier. Dan ga ik hem de settings van de spiegel geven. En nogmaals, settings zijn dus gerelateerd aan jouw laser, zeg maar. En in dit geval betekent dat dat het gerelateerd is aan mijn 10 watt laser. Nou is dit op zich geen afbeelding.
Maar ik denk toch dat we die instellingen wel een heel eind heen kunnen gaan gebruiken. Dus we gaan de afbeeldingsinstellingen gebruiken. En dat is dus 7000 mm per minuut. Bij, laten we zeggen, 60% power. Ja. Ik kan dit niet overnemen nu zomaar, want hier staan instellingen in die bij een afbeelding horen. En dit is formeel geen afbeelding, dus vandaar. 7000 bij 60, dat is wat ik ga doen. Dus ik doe dubbelklikken, klikken op snijden en lagen. Snelheid gaat naar 7000. De power naar 60. Ik doe in 90% laseren. Ik zorg ervoor dat die geen 317 lijnen per inch is, want dat kan mijn laser helemaal niet. 254. Wil je nou toch meer? Dat kan. Maar dan zou ik het verdubbelen simpelweg. Dus als je 318, 317 gebruikt, dan zijn er stukjes van lijnen die die twee keer lasert en stukjes van lijnen die die maar één keer lasert. Dus als je het verhaal van dots per inch, oftewel lijnen per inch, wilt gaan gebruiken, wat wel zekerlijk belangrijk is, want anders krijg je strepen in je object, dan dien je te weten hoe groot de spot size is van jouw laser. En die spot size die deel je op de inchmaat. En die inchmaat is 2,54 centimeter, oftewel 25,4 mm. En dan houd je je DPI over. Nou, die DPI, die moet je weten. Dat is oftewel je gebruikt die DPI, oftewel je gebruikt zeg maar een dubbele, of voor mij part een driedubbele DPI, want dan zijn de lijnen die die lasert, zijn steeds over hetzelfde heen, zeg maar als het ware. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Maar dus niet bijvoorbeeld de helft, want dan zul je dat gaan zien in je object. Ik ga twee keer laseren, want ik wil, er zit namelijk altijd een beschermlaag ook op de spiegel. Ik weet niet of ik hem er met twee keer af krijg. Geen idee, maar ik ga het wel proberen om zoveel mogelijk eraf te krijgen. Met deze settings ga ik dit zometeen laseren. Ik doe wel ondertussen nog even, want dat ben ik natuurlijk voor het gemak even lekker vergeten, even een vierkantje trekken van 15 bij 15 die zeg maar gaat komen te staan op de toolpad layer. Dat ziet er nu nog niet uit, maar nu gaan we dat zometeen wel zien. Even kijken. Ik moet even mijn selectietool hebben, want deze gaat op de toolpad komen. Zo, die zet ik ook helemaal naar boven toe, de toolpad altijd eerst. Vervolgens maak ik hem 150 bij 150, dit keer moet het slotje er wel af, want hij is niet precies vierkant. Dus we willen niet zeg maar dat hij in dezelfde grootte vergroot. Nee, we willen echt een vaste maat 150 bij 150. En ik zet het even in het centrum, zodat het midden van de object uiteindelijk is. Even een stukje uitzoomen, dan zien we dat ook. Kijk, en dan komt straks die spiegel er zo uit te zien. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Oké. Met deze settings en dergelijke ga ik het opslaan. En dan gaan wij richting de laser. Op het moment dat we dit gaan laseren, realiseer ik mij één ding wat ik zojuist niet heb meegenomen in de video. We gaan laseren op de achterzijde van een spiegel. Dat betekent automatisch dat u het object in spiegelbeeld dient laseren. Dus wat ik in Lightburn nog even snel gedaan heb, is het in spiegelbeeld gezet. Ik zal daar ook nog heel even kort laten zien hoe je dat doet. Heb ik het inmiddels. Ik heb ook alvast gefocust. Dat doen we dus met dat draaiwieltje hierboven. Dat is de nieuwe zeg maar focus instelling die ik daarvoor ga gebruiken. Dus dat is dat apparaatje wat je kunt aanschaffen bij Arthur. En dat heb ik moeten doen omdat het met de stelschroef dolgedraaid was. Dat heb ik gedaan. Nu moet ik het gaan framen en even zorgen dat hij op de goede plek komt te liggen. Even kijken of ik dat wel met camera zo meteen kan doen. Kijken of we het kunnen kaderen. Ik ga even de kaderknop indrukken. Even zien of het goed op het object komt te staan. Dat is de buitenrand. Waarschijnlijk iets naar rechts en hij moet iets omlaag. Ja. Oké.
Dus, ik moet wel even oppassen, want ik zit natuurlijk met die spacers eronder. Even kijken. Even kijken hoe het er nu bij staat. Als ik het nu nog een keer kader. De links en rechts is goed. Hij moet alleen nog wat naar beneden. Even kijken, nog een keer. Nu is hij zelfs iets te veel, dus hij mag weer iets terug naar boven. Zoiets denk ik. Even kijken hoe hij daarop reageert. Ja, dit ziet er goed uit zo. Nu kunnen we beginnen met laseren. Dus we gaan de laser opstarten. Daar gaat hij. Ik ga het allemaal dichtmaken, de luchtafzuiging aanzetten. En dan gaan we straks het resultaat hiervan zien. Zo, de laserwerkzaamheden zijn klaar. Nu is het zaak dat we dit gaan schoonmaken. Ik doe dat even met alcohol. Pak daar even een doekje bij. En wrijf dat vervolgens schoon. Zodat we ook geen... je ziet wat er gebeurt. Zodat het vuiligheid eraf is. Zo. Dit is vooral de vuiligheid van het laseren. Wat we daar zien. En nu gaan we hem laten drogen even. Zodat we klaar zijn voor schilderwerkzaamheden. Want dat is de volgende stap die we gaan doen. Goed, lieve mensen. De laatste stap in het proces van het schilderen van de spiegel. Ik zal u even laten zien hoe hij er nu uitziet. Ja. Is het schilderen ervan. En dat schilderen dat doen we met een... bij voorkeur met een airbrush. Ik heb... laatst een spiegel gemaakt, daar heb ik gewoon een kwast voor gebruikt. Alleen het nadeel van een kwast is dat je, zeg maar, als je hem dan tegen het licht houdt, dat je echt ook het strijken van de kwast ziet, zeg maar. Ik ga het dus nu proberen met een airbrush. Ik ben daar niet zo goed in, maar poging is het altijd waard. We gaan kijken hoe dat eruit komt te zien. Zo, lieve mensen, hier zien we dan het eindresultaat. Het is wat lastig te filmen met één hand in de camera en één hand de spiegel. De achtergrond is wat roodachtig. Die heb ik roodachtig geverfd. En dit zou ik iedereen willen meegeven voor de kerstdagen en voor 2024. Heb liefde voor uw medemens. En ik hoop dat u het toch leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.